aerodynamischer, hoe mooier die gaat. En het oog wil ook wat. Dus we hebben ook spuitbussen om hem een kleurtje te geven. En, dit is corrugated plastic. Ik weet niet wat de Engelse of de Nederlandse benaming is. Maar het is een soort golfkarton van plastic. Heel licht, heel sterk. En perfect voor vinnen. En vinnen helpt echt. We hebben ook geëxperimenteerd met topvinnetjes die onder de hoek staan. Dan gaat hij roteren. Okay, ook heel vet. Dus je moet vooral experimenteren. En wat heel goed werkt, dat als je dit stuk ziet hier, dat is eigenlijk weer dat is het middenstuk van die fles, zie je dat? Dat is zeg maar die heupen van die cola fles. Als je die dus lossnijdt en die zet je om die fles heen, dan krijg je weer een motoreinde, zie je dat? Dus dat wordt ook weer mooier. Dus dan zit die nozzel die zit een beetje verstopt. En het bovenstukje is natuurlijk, dit was nog een dop volgens mij van een... Ja, er werd een hoop geklaagd in huis. Dus we hebben een week lang gedaan met oud en nieuw. Met een groep vrienden in een huis, maar met vier stellen. En we hebben dus het hele huis kaal geslagen op zoek naar doppen en topstukjes. En ja, het gevolg is natuurlijk dat er om de afloop iemand komt van... Heeft iemand de doppen? Ja, dat dit was de Mark 2, geloof ik. Nee, de Mark 3. Dus hier waren we nog gewoon met de statische fles bezig. Maar wat is nou de uitdaging dat die aan een parachute naar beneden komt? En dat is de grootste challenge. Want dan moet je iets hebben wat klapt, wat open gaat. Maar gaat hij te vroeg open, dan komt hij halverwege alweer naar beneden. Dus de truc vinden waardoor hij op het hoogste punt eigenlijk mooi open gaat en dan vouwt zich een chute uit. En voor die chute hebben we eigenlijk gewoon vuilniszakken. Dus het is gewoon een cirkel knippen. We hebben een mooi dun draad, 8 draadjes eraan minimaal. En dan krijg je een mooie chute. Verder, wat heel belangrijk is bij waterraketten is, don't do it, but show it. Dus we moeten ook mooie opnames hebben. En daarvoor hebben we als schijnwapen deze, de bulletcam. Twee heeft hij geloof ik. In ieder geval, hij kan een behoorlijk end opnemen. Een USB-kabeltje, kun je hem uitlezen. En dit is voor onboard. We hebben het geprobeerd met een oude Nokia-telefoon die we mee hadden. Het geweld van de lancering was dermate groot dat die Nokia gewoon op testbeeld ging. Dus we hebben heel mooi footage dat we hem zo op de raket zetten. En dan zie je dus allemaal handen nog. En dan pof, zwart. En dan pof, gras. Ja. Dat erin is het zwart. Dat wou niet. Deze is nog niet omhoog geweest. Dus ik weet niet wat voor beeld te krijgen als hij gewoon in de raket zit. Verder, dit is de tweede launcher. Ik zal even het verhaal van de launchers vertellen. Ze zijn allebei niet getest. Dus dat is dan weer gewoon het spannende voor vandaag. Dus het kan zijn dat we een apart team straks nodig hebben om de launchers überhaupt aan de praat te krijgen. Deze is wel gebaseerd op een versie die we wel getest hebben. En de bijzondere feature hier is de NASA Launch Cam. Ik heb hier een watertight box voor een iPhone. Die iPhone die kan dan hier, zeg maar, zo van onderaf, je voelt hem al aankomen. Dan zie je hem dus zo, hopelijk met een spat water zo op het boxje. Dus dat geeft spectaculaire footage. Nou, als dat gecombineerd wordt met deze aanboord, dan kunnen we straks met wat montage een hele mooie video uittrekken. Dus hoe meer iPhones filmen, hoe leuker. Dus een beetje op afstand, eentje hier en dan snijden we het in elkaar. En dan uiteindelijk hebben we natuurlijk de perfecte launch waarin alles bij elkaar komt. En dan monteren we dat even in iMovie. Nou, dit is de TIE-Wrap launcher. Een geniale ziel heeft bedacht dat TIE-Wraps zo'n uitstekend kopje hebben. En als je er dan zo'n krans omheen maakt. Dan grijp je die tie-wrapjes om de krans zeg maar, van de fles, van de petfles. Die zou hem dus vast moeten houden. Dus hier heb ik met van dat nylon tape, wat je voor waterleidingen gebruikt, een verdikking gemaakt waar die hopelijk een beetje airtight op zit. Het zal wel één grote lekbende worden, maar en dan is het heel snel druk. Niet verder gaan dan 8 bar, anders ploft de fles. Er zijn wel weer trucs om die fles ook weer te versterken. Er zijn Amerikanen die tot 20 bar zijn gegaan met één petfles. Maar dan zie je hem gewoon niet meer. En dan is het op druk pompen en dan aan het touwtje dus de krans naar beneden trekken. In de hoop dat dan de boel vrijkomt en dat die eraf springt. En de vraag was al van ja, nu zit er aan één kant een touwtje, trekt die dan niet scheef en gaat die dan wel goed af. Dan hebben we hier nog een tweede gaatje. Dus het klooien aan de lanceerinrichting wordt ook nog iets. Dit is de Gardena hek. Dit vind ik zelf eigenlijk de meest spectaculaire. Zelfs met een pressure valve, dat we hem op druk voor de backflow kunnen afsluiten. En je voelt al dat het gewoon met een dopje, met een Gardena. Deze raket moeten we dus wel terugvinden, want ik heb niet zoveel van deze. Erin, op druk en dan. Nou, dat is het verhaal. En deze kan klappen, want hij gaat natuurlijk met water erin
op de installatie. Dus dan is het zo. En dan. En dan pom, 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 pom. Nou, dat is een beetje het verhaal van de launches. En ja, dit is ja, toch wel het minimale wat we kunnen maken. Maar je kan natuurlijk ook nog een twee flessen opzetten. Het koppelen van flessen. Met elkaar? Hè? Ja, dat is wel echt een dingetje. Okay. Ik heb wel ja, ik heb wel componentenlijn mee. Er is een truc om bottles te splicen, zoals we dat noemen. Dus dan moet je ze kont aan kont aan elkaar zetten. Maar dat moet echt met speciale hulpstukken en schroefdraad. En dat heb ik al met de pomp ingewikkeld worden. Ja. Ja, maar als iemand zich uitgedaagd voelt, dan moet je het met twee componentenlijn doen. Je hebt het bij me. Niet dat het lijn pistool met twee. Nee, dat is echt dit werk. Ja. Dus je zou nog kunnen proberen, als je ambitieus wordt, om te zeggen, nou, ik ga toch voor twee flessen. Maar dan kijken of je het aan elkaar maakt. 8 bar is veel hoor. Dus het moet echt gewoon gerand in elkaar zitten, zodat dat met een tape te combineren. Vinnen kunnen wel gewoon getaped. Ja, vinnen. Oh ja, even voor de vinnen inderdaad. Lijmpistool kan, maar het zijn petflessen. En die zijn natuurlijk heel dun getrokken. Dus je krijgt hele spectaculaire effecten als je met hete lijm op de petfles gaat werken. Tape werkt eigenlijk beter. Het is wat flexibeler. En nogmaals, de eerste keer dat we een fles lanceerden, toen zijn we van kwijt geraakt, omdat we niet door dat we zo hard ging. Ik was echt nou klaar, ja, poef, weg, waar is hij nou, niet meer gevonden, gewoon zo hard. Eén iemand moet de hele tijd omhoog. Ja, je moet echt met een aantal stadia omhoog kijken, want anders krijg je het gewoon niet mee. Mits natuurlijk wel als iedereen dit meer doet. Maar om die klap op te vangen is tape is prima. Dus die pinnetjes, die zou ik gewoon met tape, we hebben mooie bundels met gaffer tape en dan tape je ze gewoon aan. Maar het is geen overbodig luxe, pinnetjes. Het heeft stabiliteit en wat ik al zei, als je dan boven ook nog iets doet, dan gaat het mooi recht. Ja, en dan wie komt er met het meest vernuftige klapsysteem om het shootje eruit te laten? Ja, dus dat is eigenlijk de ultieme. Waar zijn die shoots? Verder zijn er allerlei soorten flessen. Ik heb vrij veel cola flessen, die zijn lekker om mee te beginnen. En ook omdat je hier, loopt zelfs een mooi lijntje, dat je dus die kransen eruit kan halen die je dan weer aan deze kant op kan schuiven. Dus je dit effect krijgt. Dus dat is met cola flessen heel fijn. Ja, dit geeft natuurlijk weer hele andere mogelijkheden. Hè? Het is ook lekker. Het is een beetje robuust, zeg maar. Een beetje modernistisch. Dan is nog de uitdaging voor de mini. Het gaat al hoger. Ik wil geen mini. Ja, groot. En dit is een van mijn favorieten, omdat die heeft zo'n hele mooie neuskoning. Zie je dat? Dus dat is ook, leent zich ook weer om af te snijden en dan erg bovenop te zetten een mooie punt krijgen. Nou, dat is eigenlijk de basics. Dus ik stel voor dat we gewoon het materiaal gaan verzamelen. Oh, dus dat ligt hier allemaal. Dus we hebben 3 kleurtjes voor het decoratieve gedeelte. Dus fluoriserend geel, blauw en zwart. En dit is een soort. Is dat dubbelzijdig? Dat zou natuurlijk mooi zijn. Nee, dit is tape. Dat is heel mooi tape. En we hebben een vette gaffer tape. Ja, volgens mij is het dezelfde. Dezelfde bezijde? Ja. Nee, we hebben 2 rollen dubbelzijdig. En dit is dus dat prachtige plastic, waar je dus vinnetjes van kan snijden. En verder zijn er scharen, messen. Hier is een rol vuilniszakken voor de parachute. En we hebben 2 klosjes met heel mooie garen om de chute mee. En qua werkvlakken, die zijn vrij te misbruiken natuurlijk. Ja. En daar ook. Right. Awesome. Applaus! Dus, secondenlijn met activator. Ja. Activator!